Hoi, dag David. Dag Roland. Tof om een keer om eens een podcast te doen via videochat. Ja? Ik ben net begonnen, ik ben al een week bezig in een boek dat je al een tijdje geleden hebt aangeraden. En dat ik lang aan de kant heb geschoven, dat ik zoiets had van: dat is wel zwaar en zo. Maar ik ben begonnen en het laat mij niet meer los. Wat is de wat? Van David Ja. Eggers. Ja, Ja. echt een fantastisch boek. Ja, Lezen, herlezen, superboek. ik ben nog niet halverwege, maar het scheelt niet veel. En ik merk nu al als ik rondwandel, dus ik ga geregeld een keer gaan wandelen, bijna dagelijks hier in Roeselare, dat ik echt anders rondkijk en de mensen anders opneem. Zelfs in een winkelstraat, dat ik plots merk van, tja, er klinkt hier muziek. Ja. Achak, of wat is zijn naam, Valentino, in het boek heeft verschillende namen. Die zit in een heel andere wereld, Ja. met kleine dorpjes die platgebrand worden. En dan loop ik in Roeselare en hoor ik die muziek en zie ik ook buitenlands mensen en denk ik, iedereen heeft zo'n verschrikkelijk ander leven. En Ja. zelf zit je in dat bubbeltje van werken en gezin en de dingen die je Ja. bezig. Ik vind het fantastisch om dat boek te lezen en het is misschien wel zwaar, maar relativeert enorm. Dat vind ik ook het mooie aan boeken. En ik lees wel non-fictie, maar ik zou kunnen zeggen dat ik meer geleerd heb van fictie in mijn leven dan van non-fictie. Ja. Non-fictie wilde ik dan bestuderen en begrijpen, maar dan had ik niet die ervaring dat er iets echt veranderd was in mijn bewustzijn. Terwijl als je een boek leest met emoties van iemand anders en dat je dan voelt dat bijvoorbeeld die man in zo'n andere wereld geleefd heeft, naar werelden, hè? Dus dan vraag je van, oei. En dan begin je eigen wereld anders te bekijken. We moeten dus eigenlijk uit die cocon stappen, altijd, continu. Dus als we niet, als we dus in dat denken blijven, dat beperkte, nee, dan loop je vast. Het mooie dat je dan merkt, dat een boek al, is er maar al verwekt, en dat je al anders in de stad wandelt. Ja, ik vind het Mooi. echt fantastisch, ja. Ja. Maar ik ben blij dat ik weer fictie te pakken heb. Onlangs las ik De Vriend en dat ging ook veel vlugger dan ik dacht. Ja, dat is een super, super. Dat is ook zo'n mooi boek. Het is confronterend. Ja. En het laat mij ook niet los. Ik moet het nog op Facebook ook zetten. Het boek. Het laat me ook niet los. Ik lig hier nog en het kan je niet loslaten. En omdat je geraakt bent en het niet moest begrijpen. Ik was gisteravond nog op een dansvoorstelling van moderne choreografie van een Frans koppel dat ik al een tijd volg. En het was waanzinnig goed en ik kon het niet plaatsen in het begin, want het was zo abstract en modern. Het was dus ook in concertgebouw met muziek van David Bowie, dus niet klassiek muziek. Dus dat was ook de muziek van David Bowie en allemaal jonge mensen op het podium. En ja, ze hadden mij meegenomen gewoon. En ik dacht, ik moet dit niet, en ik ken hun choreografische stukken, je moet het niet begrijpen, je moet alleen maar. En die beweging en die mimiek, en ik zat op de eerste rij, en oh, het was op het podium zelf, dus. Ik realiseer me nu door wat ik allemaal gegaan ben, en vanmorgen was het ook wel eens anders. Dus zoals de podcast over energie. En beweging en verbinding en bewustzijn. Ik dacht, ik had die podcast al gemaakt en ik dacht van, maar dat is het. Het is energie, er is beweging, er is verbinding. Ze waren ook heel sterk verbonden met het publiek. En dan is er bewustzijn, consciousness. En dat is wat we nu aan het zeggen zijn. Dus een goed boek, goede dans, goede muziek, haalt je er eigenlijk uit. Uit die bubbel dat beperkt leventje. Dus mensen zouden veel meer moeten goede fictie lezen om een ruimer beeld te hebben van de wereld. En ook, zoals een boek gaat nu bij boeken houden, of goede muziek kan ook natuurlijk. Het is heel anders dan korte nieuwsberichten. Je moet je echt ja, de hele tijd overgeven aan die andere wereld. En zoals je zegt, het toffe is dat je niet noodzakelijk hoeft te begrijpen waarom het jou raakt, of pas later begint het door te dringen. Maar ik merk nu al, ik ben geneigd om te gaan opzoeken van God, die Valentino of die Achak, hoe dan ze hem ook noemen in het boek. Hoe echt is die figuur? Want het is een deel fictie, het is een deel waar gebeurd. Ja, dat is ook waar gebeurd, Ja, hè? voilà. Dus die interesse is gewekt, ook met de vriend, dat is zo deels fictie, deels waar gebeurd. Ja. En dan ga je op zoek van,
Wauw, wat is er hier nu echt gebeurd? En Ja. hoe staan die mensen echt in het leven? Hè? Ja. Met de vrienden is dat heel sterk. Ik had ook het idee, toen ik het las, dat ik geen boek las. Het was alsof dat er een vriendin is die op bezoek komt en die begint te vertalen. En die niet stopt. Ja. Die niet stopt en het boeit. Dan zei ik, oh, ik moet hier nu stoppen voor vandaag, want het is zo boeiend. En de volgende dag las ik verder. Ik dacht, oh. En ik dacht, is dat nu fictie? Of is dat een biografie? Of wat is dat hier? Ja. Het is dan nog een schrijfster die schrijft over een schrijfster. Dus. Maar het heeft een hele verschuiving teweeggebracht in alles. Dus, ja, mooi hoor. Maar het is dat je dan kunt zien dat we eigenlijk allemaal uit die bubbel moeten stappen. Uit die cocon, dat beschermd wereldje. En ik hoor dat vaak ook bij mensen die mij om raad vragen. Dat ik het soms 3-4 keer moet herhalen van stap daar nu een keer uit. Ja, maar... Dus, of bijvoorbeeld, ik wil niet dat of verbonden zijn met alles. En nee, ik moet me nu een beetje afschermen. Ik dacht, oh nee, scherm je niet af tegenwoordig. We moeten meer verbonden zijn. Dus verbind je, ga eruit. Maak je wereld groter. Ja, wel, ik had zo onlangs ook een gesprek. Er is ook een artikel over verschenen. En meestal als ik met mensen spreek over meditatie, die nog zelf niet mediteren, of die het ook nooit van plan zijn, dan denken zij dat je afsluiten is. Ja, ja. En dan heb ik soms de meeste moeite om die mensen te overtuigen van nee, integendeel. Je bent bewuster van wat er in je omgaat, wat er rond je gebeurt. En dan zeg ik bijvoorbeeld als ik met de auto rijd, dat is meestal een meditatie voor mij. En dan zei die vrouw onlangs van... Al die indrukken. En dan stel jij je nog open ook. En ik had zoiets van, dat is zo natuurlijk geworden, maar ik begreep wel, het is zo'n drukke wereld, zoveel indrukken, dat veel mensen denken van, ja, en mij nu nog een keer openstellen ook, is dat niet zot? Ja. Ik denk, en dat is eigenlijk mensen die het vragen, het kan moeilijk zijn aan de mensen die je bent ouderwets, maar ik denk, toen ik begon met meditatie en yoga, 40 jaar geleden, ik blijf 40 zijn, omdat ik dan nog ouder word als ik dan allemaal maar 40 jaar geleden, de eerste spirituele cursus dat ik volgde, dan moest je gouden rozen voor je zetten. Of in een gouden kokon. Ja, ik deed dat omdat men dat zei, maar ik dacht, waarom eigenlijk? Ik ben liever verbonden, er is toch niets verkeerd aan die mensen, waarom moet er hier nu... En dat was het eerste dat ik weer afleerde van mij af. Dus, en dat is vaak in de spirituele wereld, dat ze zich afzonderen. Bijvoorbeeld, ik zeg maar, ik ga niet naar dat restaurant. Het is daar geen goede energie. Of anders moet ik rozen zetten of in een rode kom. Ik ga om te eten naar een restaurant en om meer mensen liever. En als ik wil alleen zijn, dan ben ik ook blij om alleen. Maar ik moet er niks aan doen. Ik ben een mens en iedereen is een mens. En daar moeten we juist weer naartoe. Het is dat je ook in dat boek leest. Mm-hmm. We moeten weer leren samen zijn met al onze geschiedenis. Kom. Terwijl ik ook wel heel veel begrip heb voor een keer een dag helemaal op je eentje te zijn. Dat vind ik ook heel waardevol. Dat is je verbinding met jezelf. Mm-hmm. Je bent maar verbonden... Als je kunt tijd nemen voor jezelf. Het is dat die in harmonie. Dus die cocon, die moet je uit. Maar eigenlijk, als je goed verbonden bent met jezelf, ben je vanzelf verbonden. Ja. Dus iemand die eenzaam is of relatieproblemen heeft, of relatiestoringen, is aan een kinderpartner, familie, job, carrière, allemaal goed. Dus die storingen komen... Die mensen moeten even alleen zijn. Die moeten naar binnen, naar het zelf. Want het zelf is al wat is. Dus wij zijn gemanifesteerd bewustzijn. Dus wij zijn alles. Dus ook die moeilijke mensen zijn wij. Dus wij zijn de bomen, de bloemen, wij zijn alles. Dus als je dat afsluit, maar om daar bewust van te zijn, moet je eigenlijk af en toe in de stilte zijn. Want anders ben je daar verbonden... En niet meer mee. Dat is iets, David, waar ik al heel mijn leven heb moeten opletten, omdat ik ook zo sociaal ben. Moest ik echt af en toe, en ik kan nog uren en ook soms dagen bewust alleen zijn. Dat is wat ik goed waarschijnlijk is. Ja, inderdaad. Ja.
je herbronnen weer naar je bron eigenlijk. Mm-hmm. Herbronnen is naar de bron gaan. Ja. En hoe doe je dat dan? Als je dus je in de stad wandelt en zo, en dan hoe kom je dan weer bij jezelf? Ik blijf eigenlijk bij mezelf, ook als ik in de stad wandel. Wat ik wel merk, in een gesprek is het dikwijls op te letten. Ja, dus, zeker enthousiasme en zo. Ja, voilà. Dus ja, vandaag ook, ik maak een wandeling. Ja, ik ben aan het observeren, wat gebeurt er van binnen, wat merk ik op van buiten. En het moment dat je zo in een drukkere wijk of een drukkere winkelstraat komt, dan merk je al dat je begint te vernauwen. Zo. Je begint zo... Dan is er iemand dat je kent en dan is er een gesprek. En dat vind ik soms nog een uitdaging om dan bij mezelf te blijven. Ja. Dus ik ben heel de tijd bij mezelf, ik weet wat er in me omgaat, maar in een gesprek heb je al vlug zo van... Je gaat mee in dat gesprek. Ja. En soms moet je... Ja, in de stad en zo verder, ja. Soms moet je toch even, voordat je antwoordt, even rusten. Luister naar jezelf. Ja, okay. Als je luistert naar jezelf, dan kun je ook antwoorden. Ja. Als ik je woorden hoor, maar ik voel niet wat je bedoelt, ga ik iets heel anders antwoorden op jou. Ja. Dan komt er een communicatiestoring. Dus luisteren is niet alleen in je oren, maar ook, wat zegt die dit nu eigenlijk? Wat bedoelt die? Ja. En dan kan ik antwoorden vanuit dat gevoel. En dan is er communicatie en is er verbinding weer. Ja, dan tast je eigenlijk af of dat je elkaar begrijpt. He. Anders begrijp je elkaar niet. Ja. Het zijn twee mensen die ze eigenlijk... Je spreekt dan tegen iemand. Maar niet met iemand. Ja. Ja. Dat is iets heel anders. Hè? Dus iets samen iets zeggen op tegen iemand. Dus dan is er geen resonantie ook. Dan is er iets te kort altijd. Ja. En ook het lawaai van de stad. Ik heb het vanmorgen nog gebruikt in de yoga. Dus ik had het over die stilte, de energie. Dus een van de podcasts van energie... beweging, verbinding, consciousness, bewustzijn. Dus het was heel stil en ik zei, voel nu de energie. En het was heel stil in de zaal. En iedereen dacht, oh ja, nu hebben we het. En toen bleek dat het zo stil was en dat iedereen naar de hemel passeerde, er zo 50 kindjes die van school werden. En ik zei, kijk, het is nog even stil. Want eigenlijk, wat je nu doet, is eigenlijk die chaos, jij noemt dat chaos, maar kindjes zijn geen chaos, dat zijn kindjes. Dat zijn duiven die passeren. Dus dat zijn kindjes. En eigenlijk kun je nog niet omgaan met kindjes die een beetje lawaai maken. Hoe kun je dan omgaan met de chaos van het universum? Mm, ja. Het universum is in ons zo'n chaos dat... Dat beweegt daar niet in een soort van 1, 2, 3, 4, goedje van. Dat is daar niet zo. Dat is daar niet zo. Dat, we gaan dat nooit begrijpen. Nee, maar dat is die. Ja. Je kunt dat niet vatten. Dus, en ik had het juist over die grote verbindingen in de yoga. En hier, het is hetzelfde. Dus die kindjes zijn ook een deel van het universum. En in één keer was het stiller dan ooit. Toeval wilde. Toen heb ik zei, als je de chaos accepteert, wordt het stil van binnen. En al die kindjes zwegen, of ze nu in de schoolpoort gingen, of waar dat ze waren, of was het misschien niet eens waar van die kindjes. Toen heb ik dat iedereen zei, ik zei, als je overgeeft aan die chaos en dat niet wegduwt, of weet het veel, het is weg. En letterlijk, ik had niks gedaan, zweren. In één keer was het stil, die kindjes zwegen, ik weet niet waar ze naartoe zijn. Ja, maar dat is het meestal, hè? Als je... Chaos ervaart, wil je daar iets aan doen. Als het te druk wordt, je wilt er iets aan doen. Je wilt dat... Ja, ja, ja. Ja, dus ook in een gesprek... Ja, voel, luister. Accepteer wat er op dat moment is. Het hoeft niet een gesprek te zijn die helemaal naar je zin gaat. Voilà, ja, ja. Als je luistert, dan kom je eruit. Mm-hmm. Dus, en vooral blijven luisteren naar jezelf. Ja. Dus ook... Als je in de stad wandelt en het is druk, zit je in een drukke file of
of weet ik veel, veel mensen rondom je, dan moet je altijd zien dat je luistert en dat je dat niet verliest. Dus eigenlijk door te luisteren ga je ook je ergernis voelen, maar niet reageren vanuit je ergernis. Hij zegt, nee, dat is mijn deel. Ja. Dan hoef ik je niet in iemand zijn gezicht te gooien. Dat en als, mijn deel. Als je het toch doet, zo vlug mogelijk zeggen, oh, dat was fout. Of... Ja, je hoeft niet eens het woord fout, want je hebt geen fout gemaakt, je was verstrooid. Voilà, ja, ja, dat zeg je altijd. Ja. Ik blijf zeggen, dat is verstrooid zijn. Dus ik excuseer me dan niet, want vaak letten er mensen niet op. Maar mensen die communicatiestoringen hebben, laat het ons zo noemen, die letten zelfs op die dingen niet. Eigenlijk is het, mocht dat niet gezegd hebben, maar misschien hebben ze het niet gehoord en zijn ze nog bezig met de interpretatie van je woorden vooraf. Ja, of met wat zij willen zeggen eigenlijk. Als jij je dan excuseert, dan krijgen ze als het ware goede punten en hebben ze nog meer gelijk. Dus je geeft ze dus eigenlijk voeding. Dus je moet dat je regelmatig met mensen spreekt. Dus let dan op, want dat is zo belangrijk. Dus als ik weer in de context van energie, als je voelt dat er iets met je energie gebeurt, moet je luisteren naar die energie. Ja. En hoe kan ik mijn energie optimaal houden? Want dan heeft die ander er iets aan. Mm-hmm. Als de energie zakt, zakt iedereen. Dus als jij eigenlijk het vermogen hebt, in de taal moment, dus bewustzijn, als je bewustzijn het hoogst is in de groep, moet jij bewust genoeg zijn om die energie weer op te trekken bij bewustzijn. Hmm. Dat is eigenlijk heel simpel in mensentaal. Maar soms voelt heel heftige energie... Allee, je zegt de energie zakt, maar soms is er veel energie, maar die te heftig is. Ja, ja. Dat is wat ik vaak uitleg ook in de kleurencursus bij het oranje. Dus bijvoorbeeld toen ik nog op Ibiza een school had, dus mijn meditatiecentrum op Ibiza, dan moest ik altijd opletten van de vreugde. Oh ja. Dus de mensen kwamen dan voor een week bij mij logeren en eten en mediteren en yoga. Maar ik ben niet bang van problemen en zorgen. Dan luister ik goed en dan blijf ik in die stroom. Maar bijvoorbeeld was vakantie en mensen dronken dan s'avonds een glaasje wijn en er werd gezongen en de Nederlanders zongen Nederlandse liedjes erbij en ze leerden liedjes van elkaar. Maar God, David, dat was gezellig. Maar gezellig. En in één keer dan de volgende dag dacht van, ik mag dat niet meer doen. Ik mocht het wel doen, maar ik moest heel goed opletten. Iets heftig, ook positief, doe je energie zakken. Dat is een beetje tegen je intuïtie in, vind ik. Zo van, tja. Nee, je intuïtie weet dat wel. Hmm. Ik kan een voorbeeld geven. Intuïtief weet je dat dat dubbel is. Maar we gaan nog een keer iets doen met iets dubbel. Hè? Paradoxen, want daar hebben we het graag over. Dat is weer een thema voor een volgende podcast. We gaan een podcast maken over die paradoxen. Dus we gaan opschrijven, een paradox. Dus ik ben zeker dat je dat weet. Dat je ooit op een feest of een vergadering zat naast een moppetapper, bijvoorbeeld. Iemand die de ene mop naar de andere vertelt en heel de tafel lacht. Ja, of veel de groep, laat ons feesttafel. Dus die tafel van moppetapper, hoe meer dat hij er vertelt en hoe meer dat de groep lacht, hoe meer energie dat die moppetapper krijgt. Mm-hmm. En de rest begint te zeggen, maar nu mag je toch ophouden. Dat aan niemand. Kijk, zie, dat begrijp je. Dus eigenlijk intuïtief voelt die groep van, man jongens, nu mag je toch wel ophouden. Hè? We zitten hier aan lang 1445 grapjes. Maar het is nu toch wel genoeg. Dus intuïtief voel je het wel. Ja, ja. Ja? En ik maak het groot. En wat hij nu zeker gaat verstaan, de enige die nog lacht, is zijn vrouw. Dat ben ik. En dan krijg ik het moeilijk. Dan dacht ik, mag dat niet meer doen. Want die gaan nooit meer zwijgen. Je stopt ook met lachen, want dan dus... Jij gaat ook moe worden en jij bent waarschijnlijk vaak moe,
Maar wij moeten er hier maar 2 uur naar luisteren, maar jij een hele week. Ik dacht, oh, garme. Of 30 jaar. Of 30 jaar. Dus een 30 jaar met een moppetapper gebrand. Het is, maar meestal is die thuis niet zo. Dat is ook wel een voordeel. Oh, ja. Dus intuïtief voel je wel dat er iets niet klopt. En ik let daarop, nu weet ik dat. En als het heel erg uit hand loopt van plezier en humor, niet dat ik dan zeg, stop. Maar dan heb ik ook van, oh, pas op, laat je niet helemaal ingaan. Ja. Dus want dan ga je zelf verliezen. Ik sluit me niet af en ik sta niet op en ga niet huilen omdat het plezant is, dat doe ik ook niet. Maar ik zeg van, hier ga ik me niet aan overgeven, want dat, hier klopt het niet meer. Ja, ja, ja. Klopt je niet? Ja, dus ik weet je het wel. Ik hoop dat je binnenkort met een moppetapper aan tafel zit en dat zijn vrouw nog de enige is die lacht. Dus oh, dat is het. Dan ga ik misschien wel extra beginnen lachen als ik dat hoor. En dan ga jij energie krijgen. Dan heb je meer energie omdat je bewust bent. Kijk eens. Snap je? Ja. Dat is die podcast Energie. Beweging, verbinding, consciousness. Dus eigenlijk, als je dat doorhebt, bewust, dan zie je die beweging, die interactie. Dan zie je die tafel lachen, dan zie je die vrouw en dan zie je die moppetap. Dan zie je dus de beweging en die verbinding ook. Hoe werkt dat er allemaal? Dus hoe pakt die moppetapper mij? En hoe reageert die tafel, die verbindingen maak je bewust? Dan ga je die energie voelen en bewust reageren en dan klaar. En dan ga je lachen en dan ga jij weer energie. Dan kom je weer bij het begin, dan ga je weer energie hebben. Dus het blijft stromen. Leuk, hè? Tof. Ja. Dus het blijft alert zijn. En niet bang zijn om uit die cocon, want je voelt... Intuïtief zijn er geen grenzen, maar je verstand beperkt dat. Ja. Dus nee, gewoon voelen. Dus voelen. Het beredeneren is eigenlijk al een beetje afstand nemen. Luisteren, kom je bij hetzelfde dan eventjes bij jezelf. Wat ik leer om het op feestjes te houden en zo, wat ik altijd leer in cursussen ook. Zoals kleurman vrouw, dan zei ik, overal waar je gaat, tegenwoordig toch, is er een toilet. En als je ergens in een onderontwikkeld land bent, dan staan er bomen en struiken. Maar overal kan je je even terugtrekken. Overal. Je kan je overal eventjes, en dat is vaak voor mij, en ook op hele strenge gesprekken en vergaderingen, of recepties waar het heel... serieus aan toe gaat, dan excuseer je, ik ga gewoon naar het toilet eventjes en gewoon weer hier. En dan heb je weer die energie. Want soms, ja, iedereen overrompelt je en je moet beleefd en beschaafd blijven, dan eventjes achter de boom en struik. Heb je? Ja. Goed. Right, nog iets die naar boven komt in dit verhaal? Wel, je vroeg van, als je dan weer bij jezelf wilt komen, ik zei toen van, nee, ik blijf eigenlijk meestal wel bij mezelf. Ik moet gewoon opletten in bepaalde gesprekken. Maar gewoon opletten, soms moet je goed opletten. Altijd alert zijn. En, maar ook als je alleen bent, kan je toch even moeten opletten van, ben ik hier nu wel mezelf? Ook al ben ik alleen thuis. Heb ik heel mijn dag voor mij, kan ik doen wat ik wil. Soms is dat heel natuurlijk en soms is dat moeilijk. Ja. Meestal is dat makkelijk voor mij. Ik ben redelijk graag op mijn eentje. En dan heb ik duizend en dingen te doen en dan kies ik, oké. En ben dan blij als ik een keuze heb gemaakt. Maar soms, heel soms, zoals in uw inspiratiebrief, dat herkende ik heel goed, is zo van, nou, niet dat en dat ook niet. En... Ja. En dan is de dag voorbij en is het zo van... Volgende keer niet meer zo. Wat is dus eigenlijk... wees gerust, David. Dat is hier mijn beste vriend. Je hebt me dat al vaak horen zeggen. En zeker in cursussen zeggen dat ook vaak. Mensen gaan dat herkennen. Maak op zijn minst, in dit geval, dat je ego en die... dat liefdevol blijft. Dat...
je mag niet tegen je ego ingaan. Mm. Want je ego is eigenlijk de lastigste persoon op aarde. Jij niet, maar je ego, dat is lastig. En als het ego zijn zin niet krijgt, dan wordt het nog lastiger. Dat is het zoals kleine kinderen. Dus als ik voel van, ja, zeg, wacht erom, zet u eventjes, wacht. Gaat het niet naar je zin of zo, wat wil je? In de zomer dan, ik eet zo weinig mogelijk ijsjes, maar je weet al waar ik naartoe ga. In de zomer zeg ik, jongetje, wat heb je nodig? Een ijsje van Da Vinci? Ja, en dan is het weer goed en dan kom ik terug thuis en dan... Alles is weer goed. Dus zeg niet tegen dat ego, je mag niet, dat je moet werken, dat je moet, nu, dat moet klaar zijn tegen morgen. En... Mijn ego wil dat ook niet. Mm-hmm. Ego, ja. Ja. Het wil dan water drinken of thee. En soms hoest ik van een thee. Maar dat ego zegt, ik wil die thee. En dan geef ik die thee. En dan moet ik hoesten en dan is het klaar. Dus ik moet toch geen oorlog voeren voor een kuchje. Heb je? Ja, soms is het zo simpel. Ja. Neem gewoon dat stuk chocolade. Dat niet een stuk chocolade. Neem wel de beste dan. Ja, ja. Chocolade neem moet de beste zijn. En zo verder. Dan moet je uitzoeken wat het beste voor jou is. En zo verder. Maar je hebt het door. Dus ook alleen... verbonden zijn. Hmm. Ook met dat ego, hè? Mensen zijn er te slordig in. Hmm. Dus vandaar, dus... Ik fiets heel graag, maar wees gerust dat mijn ego zeer goed weet langs waar dat fiets. Dat het de juiste stop is en in voetbal komen, waar ze de juiste thee hebben en iets erbij, dat mijn ego fietst zo graag. Laat mij echt, en de mensen zijn eigenlijk, want het is een, daar vrees ik soms voor, maar er zijn universiteiten die daar nu al mee bezig zijn, dat we moeten opletten dat we niet in een strafkamp zitten. Mag je nog ademen? Ben je zeker? Ja. Mag je nog dat? Mag je nog dat? Maar, dus mensen leren mij nou in een strafkamp? Ik niet. Ik ben al 70 jaar vrij en ze gaan mij nergens in stoppen. Openmaken. En ik doe wat ik kan. En als ik niet kan, is het zeker gezond en blij. Want veel mensen worden ziek van dat strafkamp. Ja, ja, ja. Je? Dus ook als je alleen maar niet streng zijn op jezelf. Mm-hmm. Dus stop dan eventjes. Altijd wel iets gezellig te doen. Het is niemand die het ziet, dus je mag ook een liedje zingen. En... ik denk dat je wel goed aan bent toe. Ja, dat gebeurt wel, ja. Ja, ik ook. Ik kan niet fluiten, maar alleen wel. En dan fluit ik en dan eventjes die andere wereld, die fictie die balans brengt. Hè? Ja. Waar we mee begonnen zijn nu. Dus laat het leuk zijn, open je voor fictie. Want eigenlijk, om nog een keer terug te komen op het ego houdt van verhaaltjes. Dus ook als je alleen bent... maak er een verhaaltje van totdat je hier bent. Dan is het weer rustig. Anders dat is een hele goeie. Ja. Anders vraagt dat ego aandacht. Mm-hmm. Als aandacht vraagt, gaat het niet opgeven. Dan echt, het gaat niet opgeven. Iets. Mooi. Ik denk dat ik nu straks een chocolade ga eten. Kijk, ik drink een glas water. Dan David, tot ziens. Hallo, bedankt. Bye bye, tot ziens. Volgende keer over paradoxen. Hè? Volgende keer paradoxen, dat is een goede idee. Ja. Volgende keer paradoxen. Je hebt opgeschreven. Hè? Dus dat is genoteerd. We doen het via Facebook of samen in Brugge of weet ik veel. Maar paradoxen staat op het programma. Tof. Goed. Bedankt. Dag David. Bye bye.